Ronald, 3 keer 5e en Ja. dan nu de overwinning. Hoe lekker is dat? Zo dicht zit het op elkaar. Nee, dit was heel fijn. Zeker. Ja, voelde ook na de streep. Ik doe deze even af. Ik voelde na dat ik over de finish kwam, dacht ik, dit kon wel eens voldoende zijn voor goud. Het voelde gewoon, was een goede rit. En ja, dan hoop je dat iedereen net iets langzamer gaat. En het zit zo dicht op elkaar. Dus, maar ik ben heel blij met de overwinning. Ja, het zit al dicht op elkaar en Pavel Kuliskov deed vandaag weer niet mee. Ja. Wat maak je daarvan? Nou, ik meende gisteren al dat hij over de streep kwam, dat hij een beetje naar zijn lies greep. Kijk maar terug. Nee, ja, goed. Met hem weet je het gewoon nooit. En gisteren reed hij een goeie, maar hij heeft ook, daarvoor reed hij natuurlijk ook wel die 500 in de B al, 4-7. Ja, die jongen, als hij meedoet, gaat hij ook voor de winsten meestrijden. Maar het is niet zo, hè, vorige jaren won hij wel eens met 2-3 tiende. Dat heb ik nu nog niet gezien van hem. Nee, want de tijd dat hij gisteren reed. Ja, had hij wel gewonnen nu, dat klopt. Ja, maar dat scheelt niet nee, zo het heel zit veel. Nee, in de range, ja. Dus hij moet zeker zijn veters vaststrikken voor 34-5. Nou ja, dat heb jij ook laten zien, dat jij dat kan. Ja. Ja, je lijkt net op tijd in vorm te komen voor het WK. Ja, nou ja, ik zei ook gisteren al, ik word natuurlijk 3 keer 5e. En ik had wel wat fouten ook in die race zitten. Dus ik wist wel dat ik mee kon doen voor de podium en misschien wel een keer voor de winst als je een goede rijdt. Dus ja, ik ben heel blij dat het er nu uitkomt. Zeker, ja, het was mijn laatste kans voor de echte wedstrijd, het WK. Dus het is heel gaaf om deze te winnen en met veel vertrouwen ook naar de WK toe te werken. Ja, want je voorbereiding, of in ieder geval je voorseizoen, de eerste wedstrijden, ja, die ja. Heb je toch wat euvel afrij opgelopen. Ja, nou, ik reed er niet eens. Dus, nee, precies. Ja. Hoe lekker ja. Is het dan om nu weer in vorm te zijn en ja, zo te schaatsen? Nou, na die operatie, ik was eigenlijk voor mijn idee wonderbaarlijk snel weer terug op niveau wel redelijk. Ik reed toen ook 34-5, ineens in de trainingswedstrijd. En die verbaasde me ook zeker, maar daarna, ja, het is toch elke keer wel goed, maar net niet helemaal die topvorm die je graag wilt zien. En ik voelde eigenlijk vorige week en deze week, ja, fysiek ben ik echt in orde. En ja, rijd ik eigenlijk ook wel 4 stabiele races, alleen deze was gewoon beter dan die andere 3. En ja, als je dan wint, dan voelt het in elk geval van ik ben in vorm en ik ga voor de titel meestrijden, ja. Ja, voelt het ook zo dat je nu echt weer richting topvorm aan het gaan bent? Zeker. Ja, hopelijk over 2 weken, hè? Dan is het echt de topvorm. Ja, wat ga je nu de komende weken doen om nog net die puntjes op de i te zetten? Nou, vasthouden aan het schema wat we hebben. Ik ga nu nog even krachttraining zo doen. En ja, de hele opbouw naar het WK staat al zo lang vast. Dus vanaf het moment dat je weet dat je plaatst, is ja, eigenlijk daarvoor al, maar het schema staat vast. En ja, het voelt nu gewoon goed. Dit is ook waar ik wil staan. En ja, hopelijk over 2 weken... gaan we zien wat het waard is. Het vertrouwen is er in ieder geval. Ja hoor, ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. En ja, het is het leukste wat er is, toch? Dankjewel. Yes.